Naast wie sta ik hier? Ik sta naast Mohamed Chimshek. En vertel me even je record, want je bent een talentje. Dankjewel man, ik heb nu 28 partijen, waarvan ik 26 heb gewonnen en 2 onbeslist. Oké, en hoeveel van die 16 heb je op KO? Van de 26 partijen heb ik 18 op knockout gewonnen. Ja. Met welke? De linker, de rechter of alle twee? Ja, mijn linker is wel harder. Ja. Ik ben zelf links. Ja, ik heb wel veel mensen knockout geslagen met mijn linker hoek. Ja. En wanneer was je laatste partij? Mijn laatste partij was in augustus in Turkije tegen een Belg. En toen had ik in de tweede ronde had ik op knockout gewonnen. Sta je al onder contract bij Infusion? Ik sta nog niet onder contract, maar we hebben wel een paar afspraken. Misschien dat ik in de toekomst dat u in de toekomst dingen ziet. De dingen online komt. Dus ik ga er gewoon vanuit dat je dus binnenkort gewoon getekend wordt bij Infusion. Ja, daar hoop ik ook. En ja, ik kan er wel van uitgaan. Okay, wat zijn je dromen zeg maar, qua kickboksen? Bij welke organisatie wil je het alleen op kickboks houden? Wil je het ook op boks houden? Want je zegt je hebt 2 goede handen. Ja, wat ik sowieso kan zeggen is, Infusion is een grote platform en een goede platform waar je naam groot kan maken. En een van mijn dromen is wereldkampioen worden en ik krijg die kans in november. In november heb ik een wereldtitelpartij staan en we zijn nu daarop aan het trainen en onszelf aan het voorbereiden. En ik hoop dat ik dan in de november de nieuwe wereldkampioen ben op 61 kilo gewicht. Ben je tegenstander al? Ja, ik ben mijn tegenstander, ja. En wie is dat? Ja, Reda Bellachen heet hij. En wat voor vechter, soort van vechter is dat dan? Ja, hij is gewoon een knokker, hij is gewoon een vechter, hij komt naar voren. Een beetje als ik. Ik hoop dat het gewoon goed komt. Wanneer was het ook weer? In november. In november. Ja. Dus een KO gaat sowieso vallen? Ja, kijk, zoals je weet is Dragon Gym boksschool. Goede knockout. Dus we gaan altijd voor de knockout en ik hoop dat we gewoon die partij weer afsluiten op een knockout. En de riem meenemen naar Den Haag. Wat verwacht je? De eerste ronde, de tweede ronde? Ik weet het is ver vooruit kijken, ja. Maar doe een voorspelling. Ik hoop eerste ronde, zo niet, maakt niet uit als we maar de belt pakken. Okay. Maar ik denk of eerste of tweede of derde, 4-5 kan ook. Maar komt wel goed. Kom goed, maakt niet uit. KO vatten. Sowieso. Oké, okay. Waar kun je zo volgen? Represent jezelf. Volg me op Instagram, mms.68. En op Facebook kan je mij volgen via Moment Bliksem. En sowieso een dikke shout-out naar Derek Jim. Dikke shout-out naar Serkan AB. Kom maar, kom. Kom man. Ja man, dat was het man. Yo, hoes. Is goed man, hoes. Dankjewel. Hoes, yo, hoes, hoes. Ik hoef je ergens niet meer voor te stellen, denk ik. Nee. Maar doe het toch nog eventjes. Ik ben Andy Bad News Hemelier. Niet alleen dat, maar wat ben je nog meer? Ik ben 2-time world champion. Ja. Yes. Je moet ook vechten vanavond, toch? Klopt, ik vecht vanavond de hoofdpartij tegen Kevin Hesseling. Stugge jongen, dus wat keihard knokken weer. De laatste partij, hebben die gevochten toen met publiek of zonder publiek? De laatste partij was er geen publiek, helaas, nee. Dus nu kan je een beetje kijken, wat vind je lekkerder, met of zonder? Ja, sowieso met, ja, 100%. Ik zie, laten we even zien. Het is nieuws gekocht, aanwinst. Ja, je moet af en toe jezelf belonen, om zo maar te zeggen. Een soort van een trofee voor mezelf. Ik ben niet vaak van de dure dingen. Het ziet er mooi uit. Dankjewel, dankjewel. Ja, ik hoorde ook dat je eerst voor een belt ging. Klopt. Ja, en dan zou je eigenlijk ook moeten gaan tegen je eigen soort van spaarpartner, toch? Soort van. Ja, dat is, ik mag daar niet te veel over zeggen, want het zijn een beetje achtergronddingen. Maar ik sta inderdaad gepland voor de titel, omdat ik 52 wereldkampioen ben onder dat gewicht. En ik zou tegen de kampioen die erboven zit. Maar er worden nu andere dingen geregeld. Ik vecht sowieso die wereldtitelpartij, want ik verdien hem en ik sta er. Oké, dus jij wel, maar dus Robbie Sieriks dus niet waarschijnlijk? Ik wil niet te veel daarop. Oké, ik ga jou niet in problemen brengen. Wat kunnen we verwachten voor jou vanavond? Vanavond? Ik vecht zoals jullie weten nu op 77 kilo. Ik voel me sterker. Zoals jullie weten van mij ben ik al snel en behendig. Dat zit er ook nog in. En nu met extra power verwacht ik een KO. Oké, KO. Zeker weten. Eerste ronde, tweede ronde? Ik ga gelijk eerste ronde. Eerste ronde, dus je wilt snel afmaken? Niet per se snel afmaken, maar ik ga genieten
Ik ga scherp zijn vanaf seconde 1. En ik heb dit zo gemist dat ik denk ik te enthousiast word en hem snel afmaak. Dat kan ook een fout zijn, hè, als je te enthousiast wordt. Het kan ook zeker een fout zijn, maar als je zo gaat denken, dan kom je niet ver. Ja, dat helemaal gelijk. Nou, dan spreek je waarschijnlijk weer na de partij. En dan wens ik jou veel vechtplezier. Dankjewel. Hoes. Hoe gaat het? Lekker. Ja, lekker met mij ook. Hoe zijn ze in de zenuwen? Ja, natuurlijk. Ik ben wel gespannen, maar dat is goed. Een beetje gezonde spanning voor de partij. Dat heb je nodig. Ja, want je moet tegen Annie Simmerlich. Is niet zomaar een vechter dus? Nee, zeker. Dat is een goede vechter. Een bekende jongen. Dus we gaan lekker knokken. Wordt een mooie pot. Bewegelijk ook. Hoe heb je daar zeg maar op voorbereid? Ja, hij is super bewegelijk. Dus daar willen we ons op moeten voorbereiden inderdaad. Kan je een beetje vertellen hoe? Door gewoon veel druk te gaan zetten naar voren. Dus de gameplan is blijven drukken? Waarschijnlijk wel, ja. Want ik heb natuurlijk hiervoor Annie geïnterviewd. Hij zei, hij gaat er vanuit, hij gaat snel afronden, zei hij. Een KO'tje de eerste ronde. Hoe denk jij daarover? Dat gaat het niet worden, man. Het gaat een harde pot worden. Het gaat echt een beukpartij worden. En deze ronde gaat gewoon 3 rondes duren. En als er eentje neergaat, dan gaat hij neer. Oké. Dus jij zegt gewoon van, het gaat er niet worden. Maar als er één neergaat, de derde ronde, dan is hij het. Dan is hij het, ja, zeker. Okay. Daarvoor nog het gevochten of dit is je eerste weer na maanden, jaren, hoe moet ik het zien? Ik heb voor twee maanden geleden nog gevochten, ja. Op WFL, gewonnen op knockout. En ik heb daarna, vorig jaar oktober, voor het laatst gevochten hier op Infusion, okay. In de cage. Dus je zit er nu wel lekker in dus? Ik zit er wel lekker in, ja. Vol zelfvertrouwen? Zeker, voel me goed. Ja, niet gelogen. Nee, zoals ik zei, ik voelde het al op de trainingen. En je kan natuurlijk het zeggen, maar je moet realistisch zijn tegen jezelf, dat ben ik altijd. Dus ik voelde het op training, zo heb ik me nog nooit gevoeld. En het gaat alleen maar erger worden, want ik ben nog niet waar ik wil zijn. Ik wil nog aankomen qua massa. En, ik ga alleen maar harder stompen, dus ze gaan het moeilijk krijgen met me. Ja, maar jij zegt ik voel het in de training. Wat voel je in de training wat je normaal dan niet voelde? Ja, kijk, je voelt natuurlijk hoe hard je stoot zelf. En het was niet een beetje harder, het was veel harder. Snap je? En als je dat mentaal met je mee kan nemen, word je zo sterk van. En ik stoot er nog niet eens voor uit, want ik wou eerst voelen. Iedereen zegt lang niet gevochten, 11 maanden niet gevochten, ringroest. Dus ik wou eerst voelen, dus ik stond er nog niet eens voluit. Maar er zat een cross op en een hoek en je zag het, hij wou niet verder. Ja. Of misschien kon hij zelfs niet verder. Bij jou was ringroest niet te zien in ieder geval. Nee, ik zie het, bro. Maar je zegt, massa ga je dus aankomen. Yes. Is dat de reden met de reden of zo? Ja, want ik heb nu niet veel afgevallen. Kijk, wel een beetje. Maar ik wil gewoon dat afvallen houden, want ik vind dat erbij horen. Kijk, mentaal voel je je sterker en lichamelijker. Omdat je gaat op tijd een beetje eten goed, je traint hard, omdat je toch kilo's kwijt moet. Dus dat wil ik houden. Maar als ik al op dit gewicht zit, is dat lastig. Dus ik wil aankomen qua spiermassa en dan dat afvallen houden, man. Ja, want kijk, we hebben al vaak interviews gehad. En toen vroeg je altijd van, hey, tegen wie wil je nog vechten? Tegen wie dit en dit? En toen zei je altijd, Typhoon. Yes. Maar nu ben jij de king. Ja. Ja, nu moeten mensen eigenlijk tegen jou. Tegen wie? Tegen jou. En wie heb jij nog op het oog? Ik heb op dit moment niemand op het oog. Nee. Kijk, iedereen mag komen, is welkom natuurlijk. Dat leer ik ook van. Iedereen vecht anders, moet je anders erin gaan. Ja. Dus iedereen mag komen voor de ervaring. En zo ga ik doorstomen naar de volgende organisaties. Organisaties? Ja, meervoud. Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Oké, okay, maar ben jij benaderd door iemand of organisaties? Nee. Okay. Maar jij houdt volledig op kickbox? Voor nu wel. Ja. Oké, dus geen Swiss. Nog niet. Maar je denkt erover na? Ik wil eerst nog meer een kickbox ervaring. Ja. Ik ben 25 en ik heb ook niet heel veel A-partijen gevochten. Dus ik wil eerst meer ervaring. Want mentaal kan er nog ook wat gebeuren bij mij. Dus moet ik trainen gewoon, eerlijk is eerlijk.
Nou, nogmaals, bro, gefeliciteerd. Valt me niks op aan te merken. Nee. Maar wij altijd zo bij jou. Ja. Wil je nog wat doen in de camera, bro? Ja, ze moeten me volgen. Instagram, Bad News Andy, want er gaat nog veel meer aankomen. Zoals ik zei, ik voel me nu sterker. De beweging blijft altijd erin, zeg. Jullie zagen het vandaag ook weer. Ik stond niet stil. KO's gaan vallen, dus wil je die KO's meemaken? Volg me, Bad News Andy. Oes. Thanks, bro. Dankjewel, boys. Yo, oes.